Maar Wierik, ik denk dat je enorm baalt. Ja, zo voorstelbaar. Als je het contrast met vorige week ziet en dan, vandaag, dan eerste helft is gewoon, gewoon een ruk. Zonder dat je wat weggeeft eigenlijk. Alleen je staat één keer te laat bij een standsituatie. Tweede helft zet je een met de rug tegen de muur. Voor mij hebben ze alleen maar in 9-16 gestaan. Maar dan moet je wel de bal maken en loeren op de counter. Dan verlies je met 1-0 totaal nodig. Ja, je noemde net zelf al het verschil tussen Ajax thuis en nu PEC uit. Hoe kan dat toch? Ja, dat is allemaal van tevoren wist. Maar ik moet zeggen, voor onze tweede helft vond ik ons wel best aardig spelen. Maar voor mij hebben ze de hele tijd met de rug tegen de muur gezet. En ja, dan moet je een goaltje maken. Ik moet zeggen, onze debutant was er dichtbij. Hij viel prima in. Had ik niet alleen hem, maar ook ons gegund natuurlijk. Ja, jullie konden eigenlijk niet door de muur van PEC doorvoetballen uiteindelijk, hè? Nou, de eerste helft niet. Maar in de tweede helft, als je kijkt hoe vaak we in de 16 zijn gekomen. Ja, dan mis ook net dat beetje scherpte voor de goal. Maar, uiteindelijk de echte kansen die bleven uit. Ja, maar ja, als je met vijf man in de 16 staat, ja, dan is het ook lastig om uitgespeelde kansen te gaan creëren. Want dan moet je een balje over 2 meter geven. Maar volgens mij een bal op de paal en een schot vanaf de 16. En een vrije trap aan het eind, dat vind ik wel kansen. Maar helaas scoorden we niet. Maar waar ontbreekt het dan aan vandaag? Is dat dan gewoon ook geluk of dat je eerder die wedstrijd openbreekt? Ja, nou, geluk geloof ik niet zo in. Dan moet je zelf maar beter doen. Hadden we meer moeten afdwingen nog. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Bal is een stekker en dan moeten we volgende Vitesse maar pakken. Ja, het is toch zonde, hè? Dat je dan van Ajax wint. Dan denk je van, nou, dat zijn in principe bonuspunten als je dat aan het begin van het seizoen kijkt. Dan is dit een wedstrijd waar je denkt, ja, 3 punten en door. Ja, eens. Dan sta je precies de spijker op de kop. Dat zijn bonuspunten. En ja, die moet je vandaag naar eigen verzilveren. Dat hebben we niet gedaan, dus dat is zuur. Gisteren een drukke dag gehad? Ja, nou uiteindelijk niet. Maar de telefoon is nog wel een keer leeg, ja. Hoe is het met Filip? Sorry? Hoe is het met Filip? Ja, volgens mij wel goed. Ze hebben gisteren 4-0 gewonnen, dus dat is mooi. Ga je er naartoe volgend jaar? Die kans is wel aanwezig, ja. Dus we gaan proberen dat binnen nu een bepaalde tijd af te ronden. En dan hoop ik dat goed komt. En dan ga ik daar naartoe voor volgend seizoen als het goed is. En dan gaat Engeland kennis maken met Mighty Mike de Wierik. Ja, dat hoop ik wel. Het is een droom voor mij om in Engeland te voetballen. En als je die kans zich dan voordoet, dan moet je hem pakken. Ik ben nu 27, ik kan niet meer langer wachten. Nogmaals, de club heeft me ook uitstekende aanbieding gedaan. Daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Alleen ik heb nu de optie ernaast liggen van Derby County. En die wil ik dan nu met beide handen aanpakken. Er is verder niks met Groningen te maken. Een fantastische club. Fantastisch naar mijn zin. Een hele fijne, leuke mens om mee te werken. Dan hoop ik dat nu doorgaat. Maar het is nog even afwachten. Feliciteer met je stap en succes naar Vitesse toe. Ja, dankjewel. Kom goed. Goeie reis, Luc.